Amber Brouwer, van harte proficiat, sportvrouw van het jaar in Ude. Hoe voelt dat? Ja, superleuk. Ja, echt. Ik wil iedereen super bedanken voor het stemmen, want anders had ik natuurlijk dit niet gehad. Dus ja. Nou, je bent, je bent sportvrouw van het jaar geworden, maar je hockeyt zelfs, hè? Ja. Ik hockey in Den Bosch, B1. En ik hockey ook bij het Nederlands hockeyteam onder 16. Ja, je hockeyt onder 16. Je bent ook gekozen voor het Nederlands team, heb ik gehoord. Een geweldige prestatie. Ja, nee, ja, echt superleuk. Ja. Want je treedt een beetje in de voetsporen van Maartje Krekelaar. Hè? Die komt ook bij jullie uit de club. Ja, klopt. Komt ook uit Ude. Ik wil het sowieso zo hoog ook wel bereiken. Nederlands hockeyteam, inderdaad, ja. Ken je Maartje? Ja. Ook soms training gegeven bij Den Bosch. Dus dat is wel leuk. Ja, dat is natuurlijk wel het ideaal om in die hoogste klasse een keer te komen spelen. Ja. Ja, je wordt sportvrouw van het jaar. Dat is door middel van stemmen gekomen. Ja, de hele club heeft natuurlijk op je gestemd. Ja, ik heb natuurlijk ook op school wel een beetje gevraagd om op mij te stemmen. Op de club en natuurlijk ook mensen die ik ken uit Ude. Vrienden en familie. Ja, want je had het verschil met de tweede. Was dat Bibi Arts of was het andere meisje? Ja, met Yara, de turnster. Ja, die was heel... Dat is niet zo groot, hè? Nee, nee. Wanneer ga je weer spelen voor het Nederlands team? In maart begin ik weer met trainen. Dus dan hebben we ook weer toernooien in allerlei andere landen. Volgens mij in Engeland. En dan einde van het jaar heb ik ook weer een superleuk toernooi. Het is wel altijd reizen, hè, met die hockeyers. Hè? Je bestrijkt de hele wereld, hè? Ja, nee, dat is wel echt... Dat is wel het leuke ervan, denk ik. Precies, dat is echt superleuk. Nou, ik wens je veel succes. Ik ga van je horen. Over een paar jaar ga ik je weer interviewen. En dan speel ik gewoon het Nederlands elftal. Ja. Nederlands elftal, zei dat, hè? Of Nederlands team. Ja, nee. Ik hoop dat ik dat kan bereiken, inderdaad. Heel veel succes. Dankjewel.